Minister Verrier, geen ouderbijdrage FIBO-scholen. Minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur roept ouders van leerlingen die bij FIBO-scholen zijn aangesloten in een statement op om geen ouderbijdrage te betalen. De minister zegt dit op basis van afspraken die juli dit jaar zijn gemaakt met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname om binnen de samenwerking andere regelingen te treffen in het kader van subsidie. Terwijl partijen sinds juli in dialoog zijn, heeft FIBOS het ministerie een schrijven doen toekomen met een aantal voorwaarden waaraan uiterlijk 1 augustus 2019 voldaan moest zijn. Er is opgeëist dat de achterstallige subsidie en die van het nieuwe schooljaar 2019-2020 betaald moesten zijn voor eerder genoemde datum. Intussen is op 2 augustus 2019 het achterstallig bedrag, groot 1,4 miljoen SRD, op de rekening van FIBOS gestort. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.